Ja, jongens, onze gebeden zijn verhoord. We hebben jarenlang gesmeekt, gescholden, getierd, gebeden. En eindelijk is Call of Duty terug naar de Tweede Wereldoorlog in de veelzeggende titel Call of Duty World War II. We wie eigenlijk? Ja, wie! En een supergezellige game. En dat heeft Leon mogen ontdekken. En hij heeft zelfs hands-on mogen gaan in Call of Duty. Waar wil je mee beginnen? Wil je beginnen met de single player of wil je beginnen met de multiplayer? Laat het beste voor het laatste waren, dus beginnen met de single player. We beginnen met de single player. Jongens, vroeger kennen we nog wel de oorlogsgames van weleer. Is dat wat wij te zien krijgen? Gaan we weer echt Normandië bestormen en gewoon Duitsers kapot schieten met M1 Garands en zo? Dat is het wel weer. Sowieso ook heel veel spoiler in de multiplayer. Ik ging inderdaad in de multiplayer, ik scrolde die wapens heen. Ik zag de M1 Garand, ik dacht, fuck, deze wil je hebben. Ik bedoel, dat was het vetste wapen eigenlijk. Ping! Ja, inderdaad, ping. Ping! Ja, bij deze trouwens kon je wel vaker achter elkaar schieten. Dat is, okay. Niet, is dat de originele M1 Garand? Dat denk ik, ping! Ja, dat was inderdaad wel, ja, oké, vetste wapen. Maar inderdaad, dat is dus wel weer wat het wordt. Het wordt ouderwets, Tweede Wereldoorlog, nazi's knallen. En het ding was een beetje, wij hebben allemaal een idee van wat Tweede Wereldoorlog shooters zijn. Dat is lang geleden. Dat komt ook, maar het is 10 jaar geleden was dat. En de Tweede Wereldoorlog shooters die ik speelde, waren allemaal op de GameCube. En de mogelijkheden die console had, waren best wel beperkt. En als je ziet wat er allemaal mogelijk is met de consoles van nu, hoe ver dat is in combinatie met de hele Tweede Wereldoorlog setting, dat is wel een beetje mindblowing. Ja? Ja. Ja, wij hadden samen een voorgesprek over deze preview. Dat doen wij. Wij zijn gamers, dus we gaan samen dan een voorgesprek houden. In de coffeeshop zitten we dan inderdaad. Ja. Amerikaanse coffeeshop. Zeker. En jij zei ook, het is een beetje overweldigend, maar we zijn er ook best wel aan gewend al. Ja, dat is een beetje het ding natuurlijk. Want kijk, het is trager dan we gewend zijn. Advanced Warfare, Infinite Warfare waren super snel, verticaal. Dit is allemaal horizontaal, wat kleinere maps. Dus het combat ook, de wapenschieten natuurlijk moeten ze vaker herladen. Dus het is allemaal een stuk trager. Maar het is en blijft wel Call of Duty. Dus de singleplayer missie die wij te zien kregen was ook vliegtuigen die overvliegen, brandend neerstorten, gebouwen die uit elkaar vallen. En aan een tijdje moest je bijvoorbeeld een kerk infiltreren. Nou, dan ben je in die kerk. En oh, verrassing, er zitten vijanden. Nou, daar beginnen die op je te knallen. Nou, die hele kerk naar de ratsenmodee. Dan klim je die kerk op, moet je met een sniper moet je vijanden die de kerk bestormen aanvallen. Nou, dan ontploft die kerk natuurlijk, stort die hele kerk in. Dat is dus wel weer typisch Call of Duty. En het is, ja, maar wel, dat is wel dat. Nee, maar dat is wel de nieuwe Call of Duty. Want de Call of Duty 1, 2 en 4, de Tweede Wereldoorlog Call of Duty van toen, of 1, 2 en 3 en 5, die hadden dat niet. Nee, klopt. Dus daarom, het is een beetje twee werelden als het ware. Ja. Om de fans van de oude delen te pleasen, is het oude Tweede Wereldoorlog. Het is niet meer zo snel als de vorige games, waarbij je gewoon eigenlijk geen 10 seconden kon lopen zonder doodgeschoten te worden. En dat was best wel frustrerend. Het is een stuk trager. Als je nu sterft, dan voelt het ook in één keer een stuk terechter. Maar tegelijkertijd is het wel de Hollywood-actie die we gewend zijn van Call of Duty. En dat is aan de ene kant begrijpelijk, want ze willen die fans niet afschrikken. En Call of Duty is nou eenmaal Call of Duty. Aan de andere kant is het ook wel jammer, want dit laat je wel realiseren. Als je ziet van, oké, dit is wat er met de technologie van tegenwoordig mogelijk is met een Tweede Wereldoorlog game, laat het je wel realiseren hoe vet het zou zijn om weer een soort van Brothers in Arms te hebben. Weet je, waarbij je wel super stil en super strategisch moet spelen. Ja. Ja, misschien een goede tip voor Ubisoft. Dan de multiplayer, die dan ook een stuk langzamer is, denk ik. En dat is best wel een soort van schok onder de laatste Call of Duty delen. Ja, absoluut. De vorige Call of Duty games legden veel meer de nadruk ook op verticale gameplay. Je had jetpacks. Deze maps zijn een stuk horizontaler. Je kan eigenlijk springen zo hoog als je soldaatje kan springen. En de game is ook, ja, precies zo ongeveer zo hoog. Ja, een heel verwijfd soldaatje is dat dan. Dankjewel. En de game is dus ook een stuk trager en het schieten voelt ook best wel lekker, weet je. Kijk, bij die vorige Call of Duty games was het altijd een beetje dat die wapens zo futuristisch waren. Had je altijd het gevoel alsof je een beetje in een soort van Star Wars game zat. Alleen als je hier een schot lost, bijvoorbeeld met die M1 Garand, dan voel je ook echt gewoon dat je een schot... Een kogel is echt een kogel en niet gewoon iets wat je weggooit. Ja, een kogel is echt een kogel. Je krijgt waar voor je geld, inderdaad. En ook wat ook leuk is dat ze het hele Creator Class systeem een beetje op de schop hebben gegooid. Oké, vertel. Nou, zal ik daar zo vertellen. Wat je nu namelijk hebt, je hebt divisions. En in de games de 5 divisions. Wat betekent dat je bijvoorbeeld kan specialiseren een division die wat meer assault is. Of een division die wat meer gericht is op de snipers. En binnen die divisions zijn er verschillende trainings. Dus dat houdt in eigenlijk dat het gewoon bepaalde packages van perks zijn. En dat je dus bepaalde specialisatie kiest. Maar dat is leuk, want daardoor wordt je keuzevrijheid een stuk meer beperkt. Wat betekent dat je ten eerste gewoon duidelijk van tevoren goed een goed team kan samenstellen. Van iedereen met verschillende
specialisme. Maar het zorgt er ook voor dat het spel wat eerlijker wordt en dat er iets minder overwhelming is. En dat is het hele ding van deze Call of Duty. De afgelopen delen zag je gewoon dat veel mensen afhaakten. Ik heb zelf ook, ik weet niet of jij het ook hebt, als je dan zo'n game binnenkomt en je wordt 5 keer na 10 seconden Nee, dat is niet leuk. Het is niet leuk, dan heb je het gehad. Ja. Dit is een stuk... Weert mij nooit, maar oké. Nee, ja, precies. Dan moet je even kunnen voorstellen hoe dat is. Probeer je daarin in te leven. En deze game is een stuk, hij voelt een stuk eerlijker, hij is een stuk toegankelijker, maar tegelijkertijd ook heel tof, denk ik, voor iedereen die ergens 4, 5 delen geleden is afgehaakt en gewoon wel terug wil naar de Call of Duty games van weleer. Het gaat meer naar de kern van wat een Call of Duty vroeger was, eigenlijk. Ja, inderdaad. Nou, leuk. Bedankt voor jouw verhaal. Call of Duty World War II, hij komt eraan in... 3 november. Tof.